De medische zending MZ staat nu bovenop de ladder in het gebruik van medische gebruiksartikelen en het bieden van topzorg. Dit zei de zeer blije Herman Jinti, directeur van de medische zending, vandaag tijdens de overhandiging van medisch nieuw apparatuur ten behoeve van het Resilience and Recovery Program. Bedrijven Newmont en Grown Agents zijn in dit programma partnerschappen aangegaan met de medische zending en het ministerie van Volksgezondheid om kwalitatieve gezondheidszorg te brengen naar Surinamers, maar vooral die in het achterland. U moet weten, deze echo-apparaten, en u krijgt straks de gelegenheid om zelf te kijken, zijn uniek in Suriname. Wij als medische zending zijn bijzonder trots. En ik probeer normaal te zijn hoor, maar we zijn bijzonder trots met deze equipment. Dus we willen Newmont bijzonder bedanken. Telehealth is niet meer weg te denken. In de wereld, maar ook in Suriname niet. En de medische zending met de grote verantwoordelijkheid die we hebben in het achterland, logistiek, remoteness van het gebied, maar ook de uitdagingen qua gezondheidsproblemen. Het noopt ons om mee te gaan met telehealth. En we zijn bijzonder blij omdat Newmont ons daarin 1000 miljoen % ondersteunt. Jinti geeft aan dat er ook gewerkt moet worden aan rehabilitatie van vliegvelden waar zorg met deze moderne apparaten geboden zal worden. Shirley Soma Sumter, directeur External Relations Newmont, is ingenomen dat dit project een wezenlijke bijdrage levert aan de gezondheidszorg in Suriname. Ik heb het genoeg gehad om even te praten met de directeur van de medische zending. En hij heeft me uitgelegd hoe belangrijk deze donatie is voor de gezondheidszorg in Suriname, maar vooral in, het district Sipaliwini en district Para. We willen met deze donatie invulling geven aan onze kernwaarden en daarmee de levens verbeteren van de communities in de gebieden waar we opereren, zowel op nationaal niveau als op local niveau. Ik wil dank zeggen Crown, die een fantastische job heeft gedaan om dit project te brengen waar we nu zijn. We zijn eind volgende maand is het project klaar en ik denk dat we een zichtbare bijdrage hebben geleverd en verbetering tot stand hebben gebracht aan de gezondheidszorg in Suriname. Newmont heeft ruim 250.000 Amerikaanse dollars geïnvesteerd in de apparatuur. Soma Sumter kijkt vol trots uit naar soortgelijke samenwerkingen.